Gert, ik geloof dat we inmiddels op het punt zijn aanbeland dat zelfs autofabrikanten niet meer weten van de gekkigheid wat ze met al die crossovers aan moeten. Hoezo? Nou, ik dacht altijd dat Ford al een B-segment crossover verkocht, namelijk... Ja, de EcoSport. Precies. Ja. Maar nee, zeggen ze nu bij Ford, dat is namelijk een kleine SUV. Een crossover, dat is deze auto, de gloednieuwe Ford Fiesta Active. Juist. Gewoon gebaseerd dus op een Fiesta. Ja, hij staat ook gewoon in de folder van de Fiesta. Nou, grappig. Nou, dat is wel interessant trouwens, want die Peugeot 2008, die is al veel langer op de markt dan de Fiesta. En die is ook gebaseerd op een hatchback, namelijk op de 208. En die Peugeot was destijds samen met de Renault Captur, die was net iets eerder, de grondlegger van de crossover, het crossover segment. Nadeeltje is wel dat als je dus een crossover baseert op een hatchback, ja, dan worden het kleine auto's. Nou, we zeiden net al, de Peugeot 2008 is gebaseerd op de hatchback, de 208. De 2008 is wat groter en dat merk je ook in de prijs. Zo'n hatchback, de 208, die is er vanaf 17 mil. Deze auto is er vanaf 21.000 en een beetje. En zoals de auto hier staat, dit is een 110 pk allure versie, is die 25 mil. Dat is wel een flink prijskaartje, moet ik zeggen. Maar hoe zit dat bij die Fiesta? Nou ja, kijk, jij kan nog kiezen uit vier verschillende krachtbronnen, drie uitrustingsniveaus. Van de Active is er echt maar eentje. En die heeft een 100 pk sterke benzinemotor. En dat kost €23.075. Dus dat is meer dan de vanafprijs van de 2008. Daar staat tegenover dat de standaarduitrusting een stukje rijker is. Want wat heb jij standaard aan boord? Ik heb airconditioning, cruise control en lichtmetalen wielen. Ja, nou ja, goed. Jij hebt geloof ik 16 inch lichtmetalen wielen. De wielen onder de Fiesta zijn net een maatje groter. En dat geldt eigenlijk voor de uitrusting in het algemeen. Want op die Active krijg je ook standaard sportstoelen. Je krijgt een Bang & Olufsen stereo. Niet de minste. Ja. En je krijgt actieve rijstrookassistentie. En dat is een rijhulpsysteem dat op de Peugeot niet eens leverbaar is. Nee. Ja, die Peugeot 2008 is nog een apart model, maar de Fiesta Active is gewoon een Fiesta. En dat betekent dat we dezelfde aanmerkingen hebben op dit testonderdeel als bij de reguliere vijfdeursversie. Namelijk dat die ronduit krap is op de achterbank. Zelfs Gert, met zijn 1,80 meter, inderdaad, zit met hoofd en knieën vast. Klopt. Ja. En dan heb je nog de kofferbak, die heeft een hoge tildrempel. Als je de rugleuningen neerklapt, heb je geen vlakke laadvloer. En sowieso met minimaal 292 en maximaal 1093 liter is het toch een van de krapste in dit segment. Ja, dat zeg je goed. En die Peugeot die is ook al niet een van de ruimste. Hij is 20 centimeter langer dan een 208. En dan zou je zeggen, jee, daar komt hij met zijn binnenruimte. Hij is krap van binnen en ook voor bagageruimte. 350 liter met het bankje op zijn plek. 782 liter als je de bank platklapt. Ter vergelijking, een Dacia Duster wordt ook tot dit segment gerekend. En die heeft met alles plat meer dan 1600 liter. Dat is meer dan twee keer zoveel bagageruimte als die met alles neer. Zo krijg je misschien een beetje een gevoel bij wat hier staat. Ik vind het tegenval hoor. De Peugeot 2008 is een echte Franse comfortabele auto als je van A naar B wil. Motortje 110 pk is, lekker kwiek. Je zit er wel wat aan de krappe kant in, zeker jij. Absoluut. Zittingen zijn ook wat kort. En nou komt ie. We hebben een elandproef gedaan. Dat is een uitwijkproef van links naar rechts. En dan komt het werkelijke rijgedrag van de auto echt goed naar boven. En dan moet ik zeggen, wij waren een beetje geschrokken. Want wat hij doet, is hij tilt een binnenwiel op. Hij gaat hangen. Je moet ontzettend gaan zitten sturen om die auto in de juiste koers te houden. De rijhulpsystemen grijpen wel goed in. Hij gaat echt wel flink remmen. Maar niet op een manier dat veel vertrouwen wekt. Dat het ook anders kan, bewijst de Ford Fiesta Active. Want die auto grijpt ook stevig in bij de eerste keer insturen. Maar je voelt nog steeds wat de auto aan het doen is. En, niet onbelangrijk, hij houdt alle vier de wielen aan de grond. Ik ben persoonlijk blij dat we bij dit testonderdeel zijn aangekomen. Want nu kan ik het eindelijk gaan hebben over de verschillen met de gewone Fiesta. Die zijn er namelijk wel degelijk. Zo zijn de voorste schokdempers van de Ford wat stugger gemaakt. Om ervoor te zorgen dat als je van de gebaande paden afwijkt, dat hij dan ook klappen netjes op blijft vangen. En deze auto beschikt over een drietal rijmodi, waaronder een zogenaamde slippery modus. Bedoeld voor slecht weer, om dan toch optimaal grip te creëren. Volgens mij heeft Peugeot ook zoiets. Ja, dit is elektronica. Het is geen echte vierwielaandrijving, maar je hebt net wat meer grip doordat die elektronica anders ingrijpt. Ja, en voor de rest, ja, het is natuurlijk in de basis een Fiesta. En dat is helemaal geen slechte zaak, want dat betekent dat je niet alleen een auto hebt die heel fijn stuurt, maar ook nog eens verrassend stil is. Onder de motorkap ligt een driecilinder, bij de Peugeot overigens ook. Maar eenmaal op snelheid hoor je hem gewoon niet en is het een ideale reisauto.
Tja, dit wordt een pijnlijk testonderdeeltje voor de Peugeot. Want hier ga je heel duidelijk merken dat de 2008 een oude auto is. Ja. En de Ford Fiesta een hageltje nieuwe. Ook op deze Active kun je kiezen uit wel 15 verschillende rijhulpsystemen. Die overigens voor het merendeel van de optielijst moeten komen. Waar moet je dan aan denken? Dode hoeksignalering, een waarschuwing voor kruisend verkeer. En actieve rijstrookassistentie die overigens standaard op de Fiesta wordt meegeleverd. Ja, die Peugeot is een heel ander verhaal. Die heeft al die systemen niet. Wat die wel kan hebben is een noodstop systeem bij stadsnelheden. Dat moet wel van de optielijst komen. En hij heeft een SOS-dienst aan boord. Dat is een knop, daar kun je op drukken op het moment dat jij in een ongeluk zit bijvoorbeeld. Kan je nou zelf niet meer op die knop drukken, dan belt de auto helemaal zelfstandig de hulpdiensten. Supergoed. Eerste 3 jaar is dat gratis, daarna is het een abonnement, dus dan gaat wel de meter lopen. Maar goed, dat moet je zelf bepalen of je dat wilt. Hoe zit dat verder bij de Ford? Ja, nou ja, wat de beide auto's gemeen hebben is dat het zicht rondom te wensen overlaat. In het geval van de Fiesta Active gaat het dan nog om één specifieke dode hoek, namelijk rechts over je schouder. Nou, die Peugeot is erger. Kleine raampjes, grote raamstijlen. Het zicht rondom is niet bar goed, vind ik. Ja, heb je het over crossovers, dan heb je het over handige gezinsauto's. Hè? Auto's met slimmigheidjes erin. Noem maar wat, verschuifbare achterbank of afritsbare bekleding. Van die dingen. Nou, bij die Peugeot zit daar helemaal niks van op. Het enige dat deze auto wel heeft, is ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Maar dat is het dan ook. Ik vind het een beetje tegenvallen. Ja, je vergeet nog iets heel onhandigs aan de Peugeot 2008. Ja, als je gaat tanken met deze auto moet je heel ouderwets met een sleutel in de dop. Dan haal je het geheel sleutel en dop samen. Ja, dat is niet van deze tijd. Goed, bij Ford hebben ze daar iets op gevonden. Hij heeft namelijk een speciale vulopening, geen dop meer. En dat voorkomt ook nog eens dat je een dieselslang in een benzineauto hangt. Wat speciaal voor de Active is, de bekleding die in deze auto zit, die zou bestand moeten zijn tegen de actieve levensstijl die bij dit soort modellen altijd wordt geafficheerd. Dus zwemmen, klimmen, fietsen, noem het allemaal maar op. Het stuur zou zelfs tegen zonnebrandcrème moeten kunnen om te voorkomen dat je hartje winter nog steeds van die vieze vette vlekken op je stuurwiel hebt. Nou, voor de rest profiteert hij van allerhande handigheidjes van de reguliere Fiesta. Ik noemde net al die speciale vulopening. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan deurbeschermers en een automatisch parkeersysteem dat ook voor je remt. De meeste andere autofabrikanten doen dat niet. Dan moet je altijd nog zelf opletten. Maar de Ford zet hem ook zelf keurig stil. De Ford Fiesta heeft een aantal zaken mee. Sowieso is het de leukste auto om mee te rijden van de twee. En hij heeft ook nog eens een veiligheidsuitrusting die als voorbeeld mag gelden in dit segment. Daar betaal je wel een flinke prijs voor, maar daar staat tegenover dat de standaarduitrusting ook rijk mag worden genoemd. Ja, hij wint, maar we moeten wel kritisch blijven. Het is maar goed dat we deze Ford hebben vergeleken met die Peugeot. Want als je hem met andere crossovers gaat vergelijken, dan komt de Achilleshiel van die Ford wel flink naar boven. En dat is de beperkte binnenruimte achterin. Zullen we die stoelen maar een keertje laten staan dan? Ik ben bang dat we wel moeten, ja.